het is druk hier. 5 dienstauto's. Lang leven Palestina, zeggen ze. Niemand sympathiseert hier met oorlog of geweld. Of Hamas. Het gaat niet om Hamas. Het gaat om de bevrijding van de onderdrukkers. En de occupation, de bezetting. En de genocide. Vreedzaam protest. Revolution! Keep attention! Keep attention! Occupation! Occupation! Revolution! Boycott Israël. Tegen kolonialisme, zionisme en apartheid. Voor Palestijnse gevangenen. Solidariteit netwerk. Peace for liefde, vrede, gerechtigheid, vrijheid, justice for all, respect for all. Binnenhof, binnengrof. Hier werken zionisten, satanisten. Wij zijn ook occupied bij World Economic Forum. Hallo. Waarom kijk je zo boos? Waarom kijk je zo boos? Je weet wie ik ben. Je weet wie ik ben. Viva, 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 Antifada. Viva, viva, Antifada. Sorry? Yeah, he was angry with me. He knows who I am. He says, I don't want to talk with you. He's maybe working for the wrong side of history. Tegen u, meneer? Mij niet filmen. Ik film je ook niet. Wat doe jij hier? Ik ben toch loyaal met de mensen in nood? Maar wat doe jij hier? Ik mag niet komen. Heb je gebiedsverbod? Nee. Ik heb geen gebiedsverbod. Ik mag alleen niet ministers of staatssecretarissen aanspreken. En als ik ze zie, moet ik weglopen. Geen oogcontact maken. Ik mag ook in de Tweede Kamer komen. Maar ik ben hier eigenlijk nooit als hun hier zijn. Maar nu toevallig lopen zij hierheen. Ik wist niet eens dat die ministers vandaag waren, meneer. Ik heb hier ook geprotesteerd toen het kabinet ging vallen, vanwege de vluchtelingencrisis. Toen zei de politie, je mag hier wel staan, maar je moet geen ministers dichtbij komen of gaan aanspreken. Dat heb ik ook niet gedaan. Snapt u? Ja? Nou, Edwin, ex-Pegida of nog steeds Pegida, die wilde zometeen de Koran ergens gaan verscheuren of verbranden bij de Palestijnse ambassade. Dat is natuurlijk super provocerend en kwetsend. Dus ik zal kijken of ik daar ook even naartoe kan fietsen zo meteen. Maar misschien lopen we wel naartoe. Het is toch coming out week en ik heb al vaak genoeg discussies met mensen. Maar ik sympathiseer met alle minderheden, met alle mensen in nood. En ik ben helemaal niet zionistisch, tegendeel. Wat daar gebeurt is verschrikkelijk. Wat de Palestijnen wordt aangedaan... Al 75 jaar, misschien langer,